Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Zoals jullie hebben kunnen zien aan de titel heb ik vandaag weer een bullet journal video voor jullie en dit keer van de maand maart. En deze keer is het niet een gewone bullet journal video, maar het is ook direct een collab. Ik heb namelijk samen met Elise van het kanaal Elise Dingen deze video gemaakt. Beide hebben een bullet journal video gemaakt, dit doen we allebei iedere maand en het leek ons leuk om eens een samenwerking te doen. Dus we hebben besloten om allebei het thema cactussen, vetplantjes en gewoon plantjes in het algemeen eigenlijk aan te houden voor deze maand. Hier allebei een bullet journal video mee te maken en hierbij naar elkaar te linken. Dus ik weet ook nog niet hoe haar video eruit ziet op het moment dat ik dit opneem. Dus ik ben heel erg benieuwd. Haar video staat op dit moment ook online. Ik zal hem linken in de beschrijving hierboven en natuurlijk in de endcard. Dus mocht je die willen zien, dan kun je daar natuurlijk naar doorklikken. Zeker een kijkje nemen, want ze maakt hele leuke video's. En ik kan niet wachten om haar creaties te zien. Maar goed, zoals jullie kunnen zien ben ik in ieder geval hier al druk bezig met de coverpage van deze maand. En ik besloot om voor de coverpage te gaan voor een compleet cactus thema eigenlijk. En als jullie mij langer volgen, dan weten jullie dat ik heel veel van mijn inspiratie van Pinterest haal. En dit idee heb ik ook eigenlijk van Pinterest. En natuurlijk zal ik ook weer even de foto die ik daarvoor heb gebruikt als inspiratie in de beschrijving zetten. Het was namelijk zo dat zij de halve pagina vol had gemaakt met cactussen. En ik heb besloten om de hele pagina vol te zetten. Mocht je me trouwens vandaag voor het eerst deze video zien. Alle producten die ik gebruik in deze video zal ik in de beschrijving zetten. Dus de pennen, stiften, kleurtjes, washi tapejes, stickertjes, etc. En dus mijn inspiraties zijn allemaal in de beschrijving gelinkt. Zodat jullie het makkelijk kunnen vinden. Maar goed, ik teken hier dus in ieder geval met mijn Faber-Castell pen in het zwart. Volgens mij is het de S-dikte. Daar teken ik eigenlijk alle cactussen. En vervolgens zie je dat ik hier zo begin met allerlei details erin te gaan maken. En dit doe ik met de XS-variant van Faber-Castell. Ik heb een heel setje met hun pennen. En hiermee maak ik stekeltjes, de reliefjes, stipjes, eigenlijk van alles. En dit zorgt ervoor dat je net wat meer diepte hebt eigenlijk in het heel geheel. En ja, ik vind het eigenlijk zo zwart-wit al heel erg tof. Ik ga ook later dus een paar cactussen inkleuren met een stift van de HEMA. En ja, ik weet nog steeds niet of ik daar nou blij mee ben. Of dat ik het beter zo zwart-wit had kunnen laten. Maar ja, ik heb het nou eenmaal gedaan. Dus ja, ik weet niet. Ik vind het op zich niet heel erg lelijk staan. Maar ik denk dat als ik het nu zo terugzie, dat ik het liever zwart-wit had gehouden. Maar goed. Laat me straks zeker weten wat jullie vinden als jullie het eenmaal hebben gezien. Want ik loop weer eens voor op een video. Want ik weet niet, ik vind dit soort stukken waarin ik gewoon lekker aan het tekenen ben. Waar ik het een beetje versnel. Wat het zo heerlijk om te zien zelf. Ik kan echt helemaal rustig worden van dit soort bullet journal video's. Dus vandaar dat ik het ook lekker lang in deze video's laat. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar voor mij zijn dit echt van die ontspannen video's. Van die creatieve video's. En daarnaast, het feit dat wij een plantenthema en zo hebben. Vertelt mij ook eigenlijk zelf gelijk van, wacht eens even, het wordt alweer lente in deze maand. En hoewel het op dit moment dat ik dit film en dat het deze video online komt, het echt ijskoud is buiten, is dat echt een heel erg lekker vooruitzicht om naar uit te kijken eigenlijk. Want halverwege de maand wordt het lente. En ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik ben er echt aan toe. Oh, en voor degenen die dus nieuw zijn, zoals je ziet, ik gum even al mijn potlood uit. Dat heb ik sinds dit jaar, dat ik eigenlijk al mijn spreads eerst met potlood teken en dan uitgum, nadat ik het heb overgetrokken. Want dit scheelt me gewoon heel erg veel tijd. Het maken van deze video's duurt gewoon minimaal een uurtje of drie in totaal. Meestal wel meer eigenlijk. Ik denk 3 uur aan filmen en dan nog 1 uur aan editen ongeveer, of 2 uur. Maar goed, hier zie je in ieder geval die stift die ik bedoelde. Ik weet niet of ik het nou mooi vind of niet. Laat zeker weten wat jij vindt. In ieder geval al dezezelfde soort cactussen. Vraag me niet hoe ik ze moet noemen. Die cactussen met 3 stengels omhoog. Geen idee. Ik ben geen cactuskenner jongens. Maar ik hou wel van cactussen. En ik vind ze gewoon heel erg leuk. Dus ja, ik vind deze pagina uiteindelijk wel heel erg tof geworden. Maar wat ik al zei. Ik had het misschien dit groen gewoon moeten laten. Want dan was het ook al heel erg leuk geweest deze pagina. Op de volgende pagina ga ik mijn maandelijkse layout doen, dus eigenlijk de kalender. En ja, dit doe ik ook alweer een paar maanden hetzelfde. Sinds het begin van het jaar doe ik eigenlijk mijn weekly spreads en deze maandelijkse layout hetzelfde. Alleen pas ik ze dan aan het thema. Maar ja, dit werkt gewoon heel erg goed voor mij. En dat is eigenlijk waar een bullet journal bij mij om gaat. Ik kan lekker creatief bezig zijn.
Je kan zelf kijken welke spreads werken en welke spreads niet werken. En wanneer een spread eenmaal blijkt te werken, dan hou ik ook graag vast aan die spread. Dus wie weet dat ik het over een tijdje ineens helemaal om ga gooien. Want ik werkte hiervoor altijd met een verticale layout. Maar goed, dat heb ik dus omgegooid voor dit. En dit bevalt me nu weer heel erg goed. Dus ja, ik weet niet. Misschien dat ik het ooit weer om ga gooien. Ik vind het gewoon heel erg leuk zo. En het werkt goed. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon wat een bullet journal moet doen. Maar goed, mocht je me dus vandaag voor het eerst deze video zien. Dan ik teken dus gewoon eigenlijk allemaal hokjes. En deze hokjes ga ik zo meteen ook schaduw geven met een donkerdere groene stift van de HEMA. Helaas kwam ik erachter dat deze HEMA stiften een beetje... ze drukken niet door. Ze geven meer een soort van ghosting op de volgende pagina, als jullie weten wat dat is. Maar je ziet het dus een heel klein beetje dat er aan de andere kant stift is. Maar goed, ik vind dat zelf niet zo heel erg. Maar mocht jij het dus wel erg vinden, dan weet je dat dus van de stiften van de HEMA. Die doen dat. Mijn Faber-Castell-pennen heb ik er helemaal geen last van. Zelfs niet met hun stiften. Dus als je dat fijner vindt, kun je beter hun doen. Maar ja, die zijn gewoon wat duurder. Dus daar heb ik nog lang niet alle kleurtjes van, helaas. Zou ik wel heel erg graag willen, want het zijn hele fijne pennen en stiften. Maar ja, ik krijg nog geen 150 euro uitgegeven voor de complete set, helaas. Maar goed, je ziet dus hier dat ik inderdaad mijn accentkleur aanbreng. Ik heb deze twee kleuren groen eigenlijk als accentkleuren gepakt van de HEMA. En dan zul je zo meteen gaan zien dat ik de pagina ga opleuken met stickers. En deze stickers komen van AliExpress. Jullie hebben ze al kunnen zien in mijn AliExpress shoplog die ergens januari online kwam. En dit zijn dus allerlei verschillende cactusjes, vetplantjes, eigenlijk allerlei soorten plantjes. Dit doosje komen ze in en het doosje zit iets van 50 stickertjes in en kost volgens mij nog geen eens een euro. Ik zal weer hiervan een linkje in de beschrijving zetten, dus mocht je ze leuk vinden kun je ze daar bestellen. Ik ben er echt heel erg blij mee. En zoals je ziet, het past perfect bij mijn accentkleuren eigenlijk van de maand. Ik ga een beetje schuiven en meten en kijken waar ik alle plantjes wil hebben, welke plantjes ik wil hebben. Ze hebben ook van die leuke Aztec Ik ben even het woord kwijt. Niet schalen, niet dozen, potten. Potten bedoelde ik. Maar goed, je ziet het al. Ik vind het echt heel erg leuk worden. En zodra ik dit heb opgeplakt, is de pagina gewoon gelijk een heel stuk leuker en vrolijker en meer lente thema. Dus ja, ik vind het echt heel erg tof eruit zien. Dan is het natuurlijk weer tijd voor de volgende pagina en dat is mijn habit tracker. En deze is gewoon weer, net als iedere maand, heel erg simpel. Ik weet niet, maar ik hou ook dezelfde habits bij, want ik zit helaas nog steeds overspannen thuis voor degenen die mij al langer volgen. Dus ik heb weer habits als me time, no spend, good food, workouts, go outside, dus dat ik naar buiten ben geweest, een blogpost, een video online, een Instagram post heb geplaatst en of ik heb gelezen, mijn make-up heb gedaan en of ik lekker creatief bezig ben geweest. Dat zijn toch de dingen die ik wel eigenlijk zelf het belangrijkst vind om te tracken op dit moment, omdat ik dus meer bezig ben met mijn gezondheid dan echt met productief zijn en weet ik het wat. Maar goed, daarnaast zet ik dan een quote die eigenlijk heel erg toepasselijk is voor dit thema. En dat is: being negative only makes the journey more difficult. You may be given a cactus, but you don't have to sit on it. Dus ja, misschien is de weg ergens naartoe wel heel erg moeilijk. En misschien heb je wel een cactus gekregen, maar het is je eigen keuze om er bovenop te gaan zitten. Ja, ik vond het gewoon een hele leuke quote. Hij paste perfect bij het thema van deze maand. En ik vond hem ook wel leuk om de leegte eigenlijk naast mijn habit tracker op te vullen. En het is nu nog een beetje een lege pagina, maar zodra mijn habits allemaal zijn ingevuld, is de pagina altijd gelijk helemaal af. De volgende pagina begin ik mijn wekelijkse spread, zoals ik hem ook al een tijdje doe. Hiervan staat ook weer een voorbeeldje in de beschrijving, want heb ik ook weer van Pinterest. Maar bovenaan de pagina had ik nog wat plek, want de week begint pas op donderdag. Tenminste, de maand begint pas op donderdag. Dus daarboven maak ik mijn March Smiles sectie weer. En daar schrijf ik iedere maand eigenlijk de dingen die me blij maken. Dus kleine dingen als dat mooi weer was. Of dat ik weer eens een productieve dag heb gehad. Zoiets dergelijks schrijf ik daar allemaal in. Of dat ik de 2000 abonnees heb gehaald zoals afgelopen week. Echt jongens, heel erg bedankt daarvoor. Heel erg leuk. En ja, hier maak ik het weer af met schaduw in de kleurtjes van de maand. En dan weer met stickertjes van de cactusjes. En dit doe ik eigenlijk voor alle weken van de maand. En dan is mijn pagina, of eigenlijk mijn hele maart spread alweer af.
Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Mocht je dit nou een leuke video hebben gevonden, doe dan zeker een duimpje omhoog. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, zou ik het natuurlijk heel erg leuk vinden als je zou abonneren. Ik laat je nog even een overview zien van de maand. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker geen kijkje te nemen op het kanaal van Elise, want ook haar video is gewoon heel erg leuk. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!